Zo. Dus als deze zo versleten wordt, betekent die links rechts, dan zijn we z'n longen. Ja. En wij zitten aan de achterkant. Hier en daar. Dat ben ik ook niet te maken op deze. Nou ja, maar als ik aan de voorkant zit, zitten jullie in de achterkant. Maar even heel simpel gesproken. Als wij schieten dan naar het publiek. Maar dan swiffelen we toch zo? Wij schieten naar het publiek. Wij schieten zo. Wij schieten ook zo. Wij schieten zo. Als hier het publiek zit, schieten wij zeg maar uit de toren, links rechts. Ja, maar schieten wij daar zit... en daar. Ja. En ja? Hij zit aan de voorkant. Waar zit de jury? Hier. Ah, kijk. Dus wij schieten op. Wij dus zijn trussen, zijn ouderingers, gaan op dezelfde plek als wij zitten. Nee, hij zit aan de voorkant van de trus en wij zitten aan de achterkant. Nou ja, wel, maar jullie gaan ook in die richtingen uitschieten en mijn roadlights gaan ook in die richting. Heel simpel gesteld. Zo moet ik. Zo op zijn reet en dan werk ik hier aan de zijkant. Klopt. Ja, alleen wil ik dan wel dat hij aan de onderkant werkt. Ja, want hij wil de roadlights wil die aan de voorkant. Eén toren ligt zo, één toren ligt zo. Nee, dat is niet waar. Hier op de publiek staat dat één toren. Nee. Met bouwen. Ik heb het over bouwen. Ja, dan moeten we nog even over bouwen. Dan staat er eentje zo en eentje zo. Ze staan niet achter elkaar. Kijk, dit dus worden ze zo opgebouwd. Nou, dan hebben we een probleem. Is dat voor jou nog? Het zou wel een leuke filmshot zijn, we nu weer. Doe je nou godsend met een cruiseschip naar het casino? Ja, tuurlijk. Dat hebben ze daar aan boord niet, hè? Mike? Ja, Mike? Waar is Mike? Nou, is het ja, mooi. Niet lachen. Hoi. Ja, mooi. Publiek juist. Ja. En dan 0 terug. Oh ja. Ik zou ook even op de foto maken. Hij reed, hè? Je weet, de sloot nog in contact zitten. Hey, you know one of them go through this morning. You come out. This is an English one. And they say that it's No picture. I tell you every time the camera make up my you go. No picture, okay. You're Spanish. Lunch for morgen. Ongelooflijk. Heel. Ik ben al eerder al geweest op het circuit. Nou, ja. Wat ik kwam één kamer, maar stond zij hoe ik denken te zetten. Dat heb ik weet. Maar wij met iedereen weer, wij in taxi.
interviews. Next day. Nee, ik zeg ook niks. Ik film alleen maar. Ik film rustig door. Maak je geen zorgen. Gaan jullie zo nog even wat drinken? Ja, we hebben gerekend, we zijn uitgedorst. Ja, nee, dan gaan we er nu naartoe. Ik vond het een aardseren, wat vanavond wat. Wat zijn? Verbrand. Ik denk dat loopt niet zo vaak, hè? Ik heb hem over in de tas zonder brand, maar het is te leek. Achter zijn we erbij. Ga daar maar eens meer nu, hè? Ja, dan gaan we wat drinken. We gaan wat drinken. Kun je voor mij wat doen? Als je straks in Holland met al die mooie vrouwen eruit schilderen. Zal ik het even uitzien? Een klein stukje dan maken. Ja, oké. Okay. Blond heeft maar voorkeur. Blond heeft maar voorkeur. Blond heeft maar Ik vond er geen vier mortieren die los stonden. Wel twee. Er zijn vier bommen. Nou, er staat ook een bom op vier. Er staat pas vier. Eén. Ik kan helemaal niet lezen. Dat het verschil tussen één en een vier. Ja, er staat allebei een pootje omhoog. Ja, en je verwacht niet in een doosje van één, maar pas weer precies in een reetje. En dan stop je nu naar beneden. Ja, dus impact technisch is het zo gebeurd. Ja, dat klopt. Stond de koeilens op korst 1 en korst 4. Net zoals de 1-1 allemaal voorin stonden en niet achterin. Nee, nee, wij hebben het gewoon gehad. We wisten wij toen al dat wij zonder bezig konden, toen wij de container gingen maken. Geef het toen niet. Dan heb je het verkeerd. Wel hier afgeknipt. Oh, bedoel je dat? Dat zeg ik toch? Hebben ze hem wel op de knipje afgeknipt? Knipje, knipje. Ja, gaan we naar die kant op? Nee, vandaan naar die? Ja, maakt niet uit. Naar 7? Dat is dus 3, ja. Dus, ja. Oké. Zeg ik net goed als ik zeg dat is 3, is 30 ampère? Ja. Ja, en volgens mij. 30 ampère? Ja, want dat je vergis je namelijk omdat het 120 volt is. Ja, maar dan nog. Het is 6,5 ampère in de meter, is mij verteld. Of ik moet me sterk vergissen. Het is niet 6,5 watt per meter, dat heb ik eerder naar 6,5 ampère per meter. Oh, 6,5 watt, dat zou kunnen. Want het is anders niet mogelijk. Durf je het? Ja, het vliegt hoogstens een zekering uit. En dan moeten we dit even netjes weer opbergen. Dan is het... Kijk, dat zei ik al. Hakken nou niet gelijk. Goed, ja. Jongens. De Christmas tree. Ja, het kan het niet lang laten zitten, want dan gaat het zomaar in zichzelf smelten. En zo. Mooi, hè? Hey. Maar oh. Het... Ben je tevreden, Hein? Ik geef Joris helemaal gelijk. Het gebeurt niet vaak, maar vooruit dan maar. Scarlet billows, stop.
champion en compétition mercredi le 14 juillet prochain. La firme GLS Pilot Technique Béthier de la Hollande fera son entrée officielle pour la course au Jupiter Platine avec Invasion des couleurs, excursion musicale sur les risques, transporteurs, les spectateurs au cœur même de la science-fiction. Good morning. Okay. Let's go. Okay. Here they have a show that is called Invasion of Color. It's going to be based on science fiction. Hein, maybe you could talk about, we're in the control room now, so this is where it all happens, what it's going to look like on Wednesday night in here. I guess tons of, well, I'm saying wires? Yes, especially the computer. That's the main frame, the main theme. Okay. And you can see here on this screen the time code. Okay. Well, when the time code is nearly zero, my heart is bumping 45. Because that's the countdown to the start of the show? And the show itself. Okay. 31 minutes. Okay. Now, your show, Invasion of Color, can you talk about how many fireworks there's going to be? Well, I didn't count it all, but we have a lot of shells, 2,300 shells, and nearly 3,000 pieces of 2,800 special effects. Okay. Rommel candles, star mines, etc. It's got to be a weird feeling because you've never seen it. This is going to be the first time you see it. Yes. Have you always? You were here in 1995. You won the gold Jupiter. 1991. You won the silver Jupiter. Have you always been happy with what you've
see? Well, in that time we had a tryout. This year we couldn't afford a tryout. And not enough time in Holland. So this is the rehearsal and the first show together. Nerve-wracking? Yes, very. Now, in terms of your beginning here, because you have a long relationship with the SFU Montreal, you were saying in 1990 you came, they asked you to perform here, and you looked at the fireworks and you went, no. No, you finally asked me to join the competition, and the year before my first show, I saw here three fireworks, and to my opinion, it was a too high level for me. So I refused to come here in Montreal. But he asked me again and again and again, well, then you have to do something special. And we had a show called Variety. On the opposite place of the lake, there was a big screen, 12 meters high and 25 meters width. And we projected from this room a film to the other side, 300 meters. We had 8 blocks of film and 9 blocks of fireworks. That was brand new. There was a multimedia show at that time. Yeah, and you won Jupiter. And Silver Jupiter. Yeah. Now this year everyone's competing for the Platinum Jupiter, and good luck. Maybe you could talk just very quickly. It's Invasion of Color, science fiction. Why science fiction? With science fiction you can give emotion to the public. Okay. The music is sometimes really heavy, but it is possible to bring over some emotions, not only by firework, but especially to the music, with the music. Hein Hofmeester is a leader of the Dutch team. They're going to be competing on Wednesday. They are one of four countries that have yet to compete. Then there's the final show. There is a website if you'd like more information, www.lemontialshockey.com. Crystal? Marvelous. Thank you very much, Hein. Thank you. Me, so the Montreal SFU, this is right there. Okay. Oh, I went. Come to the velocity. Hello. Okay. Alright. Julie, we're going to be at the truck in about 2 minutes. Okay? Alright, thanks. Shells and nearly 3,000 pieces of 2,800 special effects. Handles, stuff lines, etc. It's got to be a weird feeling because you've never seen it. This is going to be the first time you see it. Have you always, you were here in 1995, you won the gold Jupiter, 1991 you won the silver Jupiter. Have you always been happy with what you've seen? In that time we had a tryout. This year we couldn't afford a tryout. Not enough time in Holland. So this is the rehearsal and the first show together.
even weten wat mis je. Hoe meer jij mij pest, hoe meer ik jou in de picture neem natuurlijk, hè? Dat begrijp je wel. Meneer Van der Roest. Go on ramp 2 and I want to go there together. Yeah, cool.
it's very difficult thing to do, but it's very important for my... Pas op, Felix, ça va? Die zijn beide 24 feet. Ja. Dus dit zou 14 kunnen worden, er zitten 2 tussen.
Als het straks ook gaat rijden, dan komen we. Dat denk ik ook. Kan zijn dat het net, ja. 1. 3 zit er precies voor tussen. Nee, 1. Is het nou? 3, 4, 5, 6. Ja, snap je mijn dilemma? Absoluut. Lijn 39 komt dus die ja, we moeten bepaald worden. Dat moet dat is wel echt zo. Ja. Geen veranderingen. Kan mij zijn ook geen veranderingen. Geen veranderingen. Ja, we lopen dit door. Staan maar. Geen veranderingen. Geen veranderingen. Lijn 76. Ja. Post 4 en post 2. Ja, dus van post 2 naar post 4 gegaan. Dat is al genoeg opgevoerd? Nee, ik heb het wel nooit. Ja, maak je er een notitie voor? Nee, er liggen al kaartjes voor. Oh. Met adressen. Hetzelfde geldt voor 77, hetzelfde geldt voor 78, 79 en 80. Zoek ik elkaar Droogboos herstellen. 89. De laatste van 24, die gaat eraf. En die gaat bij de 21 op. Een beetje snuis. Mijn snuis snuiten. Mijn hofmeester, good afternoon. Is Chris Burry in office? Oh, sorry. I should call back at 1:30. Yeah, I'm ready. Yeah, I can hear you. My name is Hein Hofmeester. H-A-I-N. Hofmeester. The subject of the show, the issue is science fiction, from the beginning till the end, and there are no stops in between. It's just a 31 minute music and fireworks, and you get an impression that a big spaceship will land at La Ronde. When it is landed after 3-4 minutes, we have a visit to Alpha City, that's Montreal, 1,000 light years ahead. There are some invasions of aliens, and after 25 minutes the spaceship will leave La Ronde and say goodbye in the flight to the Universal, to the Caribbean, and then we have the big finale. That's in short the story. The subject, science fiction, is more attractive for the fireworker to compose the firework on it. That's to say, there are more music items good for the firework articles itself. The composer has an easy job to do. The difficult thing is to get the audience to the right idea we have in mind. And except above that, we have two towers of 28 meters high. There are mounted all types of approximate fireworks.
No, not yet. No, to my opinion, when this date, Tuesday, will be passed, we have 80% of our articles in on the fields, on the three rams. Okay, bye bye. We zijn al 3 dagen bezig op de site. En waar is meneer? Nergens. Kunt u filmen? Nergens. Wat is hij aan het doen? Bier aan het drinken. In de rollercoaster zitten. Ga maar door, ga maar door, ga maar door. En nu is het 's morgens aan het ontbijt en nu komt hij even filmen. Zo van, kijk, dit was dag 3. Jij denkt wel bij de ene. Van jaren. Om er op vlieg van. Je hebt toch wel een t-shirt voor Abraham, of niet? Ja. Ik wil mijn t-shirt. Hij weet waar Abraham de mocht gaan.
Ben je gaan tikken of je kan niet tikken? Ik heb geen... Ik heb zo'n pad. Dan heb ik lijn 46 op 42. Helemaal. Lijn 47 op 2/10. Nou, Tiger tail, dat is 1/10. 48 op 49. En pas op bij 49. En dan 49 is 2/10. Ook een 10e. Maar, dat is bijgeplaatst, lijn 49 aan. Dan heb ik een 42 lijn tussen. Ja, dat klopt. Dat is 38. Vier in Shell vermoeden. 42. Dat is 138. Ja, dat klopt ook. Ja. Die hebt ertussen, hè? Op post 2 en post 4. Ja, dat is post. Op post 2 en post 4. Ja. En dan heb ik hier single comment. Just give it to me. My
ik moet nog wel weten waar ik mijn signaal aan zit. Nou, dus heb je al van dit moment? Ja, dat moet wel. Dat weet ik nog niet. Meneer? Maar dat was dus, ik ga boven. Oké. Wat had je boven? De box gebruikt. Hè? De box. Een standaard box, maar dat mag nu weer niet. Wat wij ze net hebben getrokken eerst, dat we het daar naar weggehaald hebben, komt nu weer terug. Yes, I'm rolling towards you. Okay, excellent. Do you have a shelter?